5 handige tips die het aquarium houden beter maken. Zo meteen. Vandaag vertel ik jou 5 tips om het houden van aquarium gemakkelijker te maken. En we gaan onmiddellijk van start met de eerste. De eerste tip die ik vandaag voor jullie heb, is er eentje die van toepassing is op jullie filter. De eerste tip die ik heb voor jullie is in verband met jullie extern filter. De meeste mensen die net een filter aangekocht hebben, gaan een gem onmiddellijk gaan aansluiten op het aquarium. Meestal gebruiken ze daarvoor uiteraard de bijhorende leidingen die er bij het filter zelf zitten. Maar daar maken ze eigenlijk een kapitale fout. Eigenlijk moet je jouw filter op zijn plaats gaan zetten en dan de aanvoer en afvoerleidingen van de filter op maat gaan snijden. Hoe korter jouw leidingen zijn, hoe meer debiet er kan doorpasseren. Zo zal een leiding van 2 meter ongeveer 30 tot 40% minder waterdebiet doorlaten dan een leiding van 1 meter. Wanneer je dus de volle capaciteit van jouw filter wil gaan benutten, dan moet je zeker en vast gaan overwegen om jouw leidingen in te korten tot op het kortste wat je op dat ogenblik nodig hebt. Een tweede tip gaat over jouw water. Maak gebruik van een oxidator of van waterstofperoxide puur in jouw aquarium. Een link naar een voorbeeld van een oxidator vindt u hieronder in de beschrijving. U kunt daar gaan kijken wat precies een oxidator is, moet je dat niet weten. Wanneer je echter waterstofperoxide van 3% 5 ml per 100 liter aquarium toevoegt... Elke dag opnieuw zal je merken dat jouw aquariumwater glashelder wordt en dat jouw vissen zullen blinken in hun velletje. Dit heeft vooral te maken met jouw filtering. Jouw filter bevat aerobe bacteriën, bacteriën die heel graag zuurstof hebben. Heel graag zuurstof, het toevoegen van waterstofperoxide zorgt ervoor dat er zuivere zuurstof in jouw aquarium komt. Zuivere zuurstof in jouw water, zeer veel zuurstof in jouw water. Jouw filter zal op en top draaien en jouw waterkwaliteit zal fantastisch zijn. Vissen hebben een relatief kort darmkanaal. Dit wil concreet zeggen dat zij hun voeding vrij snel gaan verteren en opnieuw uitscheiden. Dit geeft als gevolg dat zij eigenlijk bijzonder weinig tijd krijgen om iets te gaan verteren, maar dat zij ook heel snel weer zullen honger hebben. Het is vele malen beter om. Heel frequent te gaan voeren, maar in kleine hoeveelheden, dan één keer per dag te gaan voeren in grotere hoeveelheden. Om het even als voorbeeld in cijfers te gaan uitdrukken, het is vele malen beter om tien keer per dag 1 gram voer te gaan geven aan jouw vissen, dan dat je één keer 10 gram zou geven aan jouw vissen per dag. Probeer dus zo frequent mogelijk te gaan voeren. Dit hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, je staat s morgens op, voert eenmaal, als je s'middags naar huis gaat om te eten, voer je nogmaals. Ga je niet naar huis gaan eten, dan kom je thuis en het allereerste wat je doet is voeren. En ongeveer een uur voordat het licht uitgaat, zal je nog eens gaan voeren aan jouw vissen. Dan heb je al minstens drie maaltijden per dag. Een voederautomaat kan dat aantal alleen maar flink opdrijven. De vierde tip is een tip die gaat over het onderhouden van jouw bodem in jouw aquarium. Veel mensen hebben vaak niet de moed om hun aquariumbodem te gaan reinigen, onder andere omdat ze bijna met hun ganse arm in het aquarium zullen moeten gaan om aan de bodem te kunnen, bijvoorbeeld om de bodem wat te gaan ommoelen, zodat er zeker geen dichtgeslepte bodem komt. Vermoedelijk daardoor hebben de mensen meestal de moed niet. Ik heb er een heel handig trucje voor. Een trucje die ervoor zorgt dat jouw handen zelfs niet nat worden om dat te doen en dat bijzonder snel gaat. Het is heel eenvoudig, een harkje. Een harkje die voor kinderen bestemd is, die volledig uit PVC gemaakt is en het heeft een lengte van de steel van 75 centimeter. Bovendien is het ook nog een stuk breder dan wat jouw handen ooit zullen kunnen gaan. Je zal dus een veel groter oppervlak tegelijkertijd kunnen ommoedigen en dit zonder jouw handen nat te maken. Een vijfde tip gaat over planten. Planten zijn meesters in het verwerken van ammonia. Planten zullen heel snel ammonia opnemen, dus. Niet de grote hoeveelheden, maar als je veel planten hebt, zal je natuurlijk in staat zijn om grote hoeveelheden ammonia te gaan verwerken dankzij jouw planten. Dit heeft een voordeel en dit geeft een nadeel. Het voordeel is: eenmaal er vissen in jouw aquarium zitten, zullen jouw planten ervoor zorgen dat ze heel veel ammonia uit het water halen. En op die manier zal er heel weinig ammonia aanwezig zijn in jouw aquarium. Ammonia is er altijd aanwezig, voor de mensen die dat niet weten. Maar de bedoeling is dat we het zo laag mogelijk gaan houden. Planten kunnen daarbij helpen. Een nadeel daaraan is: ik zie heel veel mensen hun aquarium opstarten met planten. Als jouw aquariumplanten jouw ammoniak lager houden, dan zal ook het opstartproces van jouw aquarium een stuk trager gaan dan wanneer je geen planten zou hebben. Heel veel mensen argumenteren dan wel: ja, oké, okay, maar mijn planten zullen zorgen voor een bepaald rottingsproces. Ze zullen zelf ook rotten, waardoor de nitrificerende bacteriën sneller zullen aangroeien. Op zich klopt dat, maar dat kan je ook even goed gaan doen met simpelweg wat vlokvoer of wat granulaatvoer in jouw aquarium te gaan doen. Zij zullen nog veel heviger effect brengen dan de paar planten of de paar plantenblaadjes die gaan rotten in jouw aquarium. Maar ik heb ook nog een bonustip. Een bonusstep over het reinigen van jouw leidingen, bijvoorbeeld de leidingen van jouw filter of de leidingen die dienen om jouw water te gaan afgevelen en opnieuw te gaan aanvullen. Meestal zal het probleem zich schetsen bij een potfilter waar de leidingen vrij vuil van worden. Hoe kan je die nu, nu eenvoudig gaan reinigen? Uiteraard kan je gaan kijken om een borstel te gaan kopen die speciaal daarvoor bestemd is. Ik zal naar zo'n borstel ook een linkje plaatsen in de beschrijving hieronder op YouTube. Maar je kan het ook anders gaan doen. We hadden het daarnet al over waterstofperoxide. Waterstofperoxide kan ook gebruikt worden om jouw leidingen te gaan reinigen. Het enige wat jij moet doen is jouw leiding gaan loskoppelen. En eenmaal dat die losgekoppeld is, ga je ze in een emmer gaan doen. Je doet 5 liter water in de emmer, doet een kopje waterstofperoxide erbij. Gaat een pompje gaan aansluiten, gewoon circulatiepompje, die ongetwijfeld de meeste mensen wel ergens zullen hebben rondslingeren. En je laat het water met de waterstofperoxide gedurende ongeveer een half uurtje rondcirculeren, door de leidingen. De kans is heel groot dat ze kraaknet zijn en als ze nog niet kraaknet zijn na dat half uurtje, dan zullen ze het zeker en vast zijn na een paar dagen. Want alle vuil die je ziet hangen aan jouw. Binnenkant van jouw leidingen zijn meestal afgestorven bacteriën. De afgestorven bacteriën zullen geoxideerd worden, loskomen van jouw leiding en in jouw emmer terechtkomen. Als ze nog niet losgekomen zijn, dan zijn ze op zijn minst flink hard verbrand. Doordat ze verbrand zijn, zullen ze heel snel loskomen van jouw filterleidingen. Ik hoop in ieder geval dat je aan een van deze 5 tips plus de bonus tips iets heeft. Ik hoop dat ik daardoor jouw leven als aquariaan iets gemakkelijker of iets beter kan maken. Ik hoop dat we elkaar terugzien in de volgende video. Ik wens je nog een fijne dag toe. Daag!